Dus ik had al verteld. Nat maken misschien. Dat is wel leuk. Oh ja. Wel de rug leggen. Mag ik niet even tegenhouden, hè, maar? Ja, stel doe zo. Ik ben zenuwachtig van. Maar heel mooi. Hè? Mooie balans, eenvoud, lekker simpel. Ja, eenvoud. Eenvoud uitgevoerd. Ja. Ja. En toch de boodschap van hè, Bonifatius aan het werk. Dus al die voor dingetjes. De Friese hier. Ja. Ja. Heel mooi. Wel. Ja. Je hebt mooi gemiddeld zo, ja, want daar is hij een beetje schuin. Ja, beneden, ja, boven is misschien wat ruimer dan beneden. Maar die andere lijkt meer, omdat hij meer schaduw heeft. Leuk. Oud werk, hè? Het is nooit gelijk. Niks is gelijk. Volgens mij is die steen zelf van Bonifatius ook niet helemaal super recht. Of super haaks. Kan ook niet, hè? Dat heb ik ook niet gedaan. Je weet zelf wel, als jij papinaus moet haken, dat je alle pinaus na gaat maken, dus er zit altijd een paar minuten verschil in. Ja, dat maakt het juist interessant. Ja, dat is het handwerk. Ja. We hadden een groot programma inderdaad in gedachten, of al helemaal voorbereid. Afgelopen jaar, 2020, zou het Bonifatiusjaar zijn in Breukelen en Woerden. En we hadden heel veel activiteiten, onder andere een symposium met bekende sprekers. Er zou een grote tentoonstelling komen, een musical, lezingen. En we zouden een pelgrimagewandeling maken tussen Woerden en Breukelen. Dus echt in de voetsporen van Bonifatius treden. Maar helaas, door corona moesten we die activiteiten allemaal afgelasten. Dus we zijn heel blij dat er nu toch iets is wat wel dat Bonifatiusjaar markeert. Wat gewoon voor de eeuwigheid hier in de muur van die prachtige Pieterskerk is aangebracht. En die Pieterskerk, die hebben we ook echt te danken aan Bonifatius. Want hij heeft ongeveer op de plek waar de kerk nu staat, heeft hij een gebedsplek van de Friezen. Die heeft hij gewijd aan Sint Petrus en eigenlijk als eerste kerkje gesticht. En dit gebouw is in de 15e eeuw gekomen. Maar hiervoor hebben waarschijnlijk op deze plek ook al wat houten kerkjes gestaan. Dus we kunnen echt zeggen dat we nu al 13 eeuwen lang, dankzij Bonifatius, hier een kerk hebben. En dat iedere zondag hier nog steeds het evangelie gepredikt wordt. Nou, hij zit erin. Heerlijk. Ik vind het heel fijn dat hij erin zit, zodat ik er niks meer kapot kan gaan of wat dan ook. Ik had het over, volgens mij over die tandijzersporen, zeg maar, dat het geen maniertje moet zijn. Maar op een gegeven moment vond ik het zo mooi. Ik heb het wel gebruikt als textuur. Want die stof zie je nou heel mooi. Het lijkt of het een beetje een grove, jutteachtige stof is geworden. Gewoon lekker grof, stoffelijk, middeleeuws. Kijk, hier zie je die spoortjes hier en juist in die diepere gedeelte werkt dat heel mooi. Op de hogere kant heb ik hem wat afgeschuurd, zodat hij niet overal dat motiefje heeft. Anders wordt het één grote brei. En nu heeft hij accent. Dat vond ik wel heel mooi. Dus ik heb mezelf tegengesproken en nu doe ik toch iets. Daar is het dan Attingahem, zeg maar. Breukelen avant la lettre. Een paar van die houten kotjes heb ik erin gemaakt, maar heel simpel. Want dit moet gewoon spreken en niet... Dat. Dus dat heb ik een andere beeldentaal zeg maar, gemaakt. Je ziet er ook hier die lijnen van de vecht, zeg maar. En wat golfjes, maar heel simpel. Niet aanwezig, hier ook nog een beetje zo. Het gaat eigenlijk om hem. En je ziet ook dat hij praat. Ik heb zijn lippen een beetje opengelaten dat hij iets zegt. Dat vind ik wel iets van, dan krijgt het leven. Zodat het lijkt alsof je een beetje onderdeel bent van dit tafereeltje. Nou, fijn dat je erin zit. Volgende. Doei.